Maar we gaan het eerst hebben met Nikki over België. Daar gaan ze onderzoek doen naar het koloniale verleden van het land. Bekladde standbeelden zoals deze van koning Leopold. Black Lives Matter protesten. Het lijkt nu effect te hebben. In België gaan ze een parlementaire commissie oprichten die onderzoek gaat doen naar het koloniale verleden van het land. En de NRC die schrijft dat dat een eerste stap is in de richting van excuses van België over datzelfde verleden. Ja, ook in ons eigen land woedt de laatste tijd een flinke discussie over standbeelden onder meer. Bijvoorbeeld deze van J.P. Koen in Hoorn. Ja, tegenstanders willen dat hij wordt weggehaald omdat hij omstreden zou zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die het belangrijk vinden dat die standbeelden blijven staan. Dat is zo ook Joep Sturm. Hij woont in Hoorn. Hij vindt dat het standbeeld daar ook gewoon bij hoort. En hij wil dus ook dat dat blijft. Hij is een petitie gestart voor het behoud ervan. De motivatie voor de petitie was gewoon vooral dat we binnen mijn vriendengroep hebben we heel veel van dit soort discussies. Het varieert van links tot rechts eigenlijk de mening. En je merkt gewoon dat heel veel mensen er niet voor durven uit te komen. En dat vind ik zonde, waardoor je krijgt dat juist een hele luide minderheid zijn zin gaat krijgen. Vandaar dat ik de petitie ben begonnen, omdat ik weet dat er een meerderheid is in mijn stad die gewoon voor het behoud is van het beeld. En dat wilde ik duidelijk maken met behulp van deze petitie. Vindt u dat standbeeld moet blijven staan? Ja, maar ik denk wel dat het goed is om meer te vertellen over de geschiedenis dan misschien tot op heden is gebeurd. Er zit daar wel, het is wel een bordje bij in ja. De Hoorn. Oké, nou dat is denk ik heel erg goed. Maar standbeelden neerhalen, dat lijkt me niet de weg. Volgens mij, je gaat de geschiedenis niet kunnen uitwissen of uitgummen. Nee. Ik denk juist dat het belangrijk is om te vertellen wat er destijds is gebeurd. Zeker als je wil voorkomen dat in het heden dat soort zaken ook plaatsvinden. In uw gemeente staat daar nog een standbeeld waar nu iets om te doen is? Of? Nou, in onze gemeente staan niet zo heel veel oude standbeelden. Nee. Dat komt natuurlijk omdat onze polder voorheen een meer was. En in 1852 is Haarlemmermeer drooggelegd. Ja. Dus nee, je zult niet heel veel standbeelden aantreffen zoals deze van Jan Pieterszoon Koen. Nee.